Ja goed, laten we eens naar het onderwijs gaan kijken als curriculum. Ik stel het curriculum van een opleiding graag voor als een gebouw met verdiepingen. En dan begrijp je misschien wel, dit is dan de propeduizen, tweede, derde en vierde studiejaar. En de kamers zijn dan de vakken of de onderwijseenheden of de arrangementen of hoe het hier ook mag heten. Nou, dan zou je kunnen denken van duurzaamheid in het curriculum brengen is een kwestie van een aantal vakken erin brengen die duurzaam zijn. Duurzaam ontwerpen, duurzaam, nou ja, die LCA bijvoorbeeld voor de techneuten en zo nog een aantal van die vakken. Ja, dat dacht ik vroeger ook in de jaren 90. Overigens was het niet vanaf 98, maar vanaf 91 dat ik bezig ben met duurzaamheid. Vanaf dat jaar ben ik met een paar anderen een opleiding duurzame technologie gaan ontwerpen. En op een gegeven moment ben ik aan de slag gegaan met het invlechten van duurzaamheid in de 13 opleidingen van de faculteit techniek. En daar had ik eigenlijk toen nog, dat was 98 toen ik dat bedacht, had ik dat soort ideeën daarbij. En in het projectplan stond dan ook dat we zo en zoveel modules zouden gaan maken voor die 13 opleidingen. Ja, vergeef het me, het was toen echt nog in een pioniersfase en we wisten nog niet hoe het moest. Het werd nog nergens gedaan, dus we staken onze nek uit. Het is eigenlijk een heel andere zaak. Wat je zou moeten doen om duurzaamheid goed hecht in het curriculum te brengen is bij voorkeur wel ergens een keer vroeg in de opleiding een goede introductie van het begrip duurzaamheid. Dat is de B van basis. Je moet een basis aanleggen. Want ja, je hebt uit mijn verhaal al gezien, het is een complex begrip. Wil je dat voor studenten hanteerbaar maken, dan moet je daar even expliciet aandacht aan besteden. Maar voor de rest is het een kwestie van al die modulen of onderwijseenheden eens even goed bekijken en daaraan aspecten van duurzaamheid toevoegen. En als je daar je creativiteit en fantasie bij gebruikt, dan kan dat op ontzettend veel manieren. Nou, dit is het plaatje van een duurzaam curriculum. Je kan dat zien als een soort van boomstructuur, waarbij de stam van de boom die basis is. En waarbij de rest van het curriculum gevormd wordt door de takken van die boom. En als je die boom of dat gebouw, welke metafoor je dan ook wilt gebruiken, midden in de samenleving plaatst, dan krijg je daar die andere partijen. Weet je nog die driehoek die ik liet zien, met bovenaan de civil society, waar ook het onderwijs in zit, en verder bedrijfsleven en overheden. Nou, die kun je op die manier allemaal met elkaar linken en die werken ook onderling weer samen. En daarmee krijg je dat netwerk en dan kun je op die manier prachtige dingen doen. Nou, als je die boommetafoor daar weer bij gebruikt, dan betekent dat die boom niet in zijn eentje staat, maar onderdeel uitmaakt van een bos. En dat betekent weer dat je daar allerlei aspecten van duurzaamheid aan kunt gaan hangen. Kijk, en dan krijg je bijvoorbeeld, de stam van de boom is die introductie van duurzame ontwikkeling. Als het goed is, heeft die boom wortels. Is die gebaseerd op een visie waarin je doelen geformuleerd zijn. Wat wil je bereiken met je onderwijs? Daar horen onder andere je competenties bij. Je competenties geven immers het doel van de opleiding aan. De disciplinaire verdieping, dat zijn die takken. Hè? De multidisciplinaire verbanden tussen die verschillende onderwerpen. Als het goed is, komt dat uitgebreid ter sprake, zodat ze ook leren dat dingen met elkaar te maken hebben. Dat is zeg maar de vertakkingen in de boom. Hè? Dan de interdisciplinaire samenwerking, dat is de samenwerking met die andere bomen, met overheden, met bedrijven, met noem maar op, met studenten van andere vakken. En liefst dan niet alleen maar van samenwerking tussen mensen van opleidingen binnen dit ene instituut hier, maar als het enigszins kan, interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld in stages hè, of met andere projecten, waarin studenten van engineering samenwerken met studenten van, ja, wat heb je nog meer voor instituten hier bij de Hanze? Nou, het kan ook buiten de Hanze. Dus het kan zijn met studenten psychologie of studenten sociaal werk of noem maar. Dan heb je een prachtige interdisciplinaire setting. En dan heb je als laatste de vruchten van de boom. En dat is dan de bijdrage die je daarmee levert aan het beroep en aan de samenleving als geheel. Nou, die metafoor, het plaatje als geheel, is misschien intussen vrij ingewikkeld geworden, maar ik kan het nog een keer gewoon op een rijtje zetten, dan ziet het er zo uit. En dan zie je dus dat je een hele hoop verschillende facetten hebt en dat plaatje is handig, omdat het je kan helpen na te denken over, oké, als wij nou duurzaamheid meer dan voorheen in ons onderwijs willen brengen, waar willen we dan beginnen? We kunnen beginnen bij de wortels, dus dan in dat geval ga je de onderwijsdoelen en de onderliggende visie maar eens goed formuleren. Als je vindt dat dat aan verbetering toe is. Als je vindt dat het veel beter is om in de plaats daarvan te beginnen, bijvoorbeeld bij de stam, dus bij zo'n introductie van duurzame ontwikkeling, nou, dan pak je het daar als eerst aan. En dit stelt je dus in staat om na te denken over waar leg ik prioriteiten. Je ziet, je kan het vertalen als een soort van input-proces-output-model.
En je kunt het ook gebruiken om prioriteiten vast te stellen. Je ziet hier, dan kan je plusjes en minnetjes uitdelen. Die heb ik hier natuurlijk nou even volstrekt willekeurig neergezet, want je kunt ze ook op allerlei andere manieren neerzetten. Hier bepaal je samen, jongens, waar gaan wij in de komende periode nou eens aan werken? En dan is het dus niet meer ad hoc, dan ben je gericht bezig met een strategie. Dan weet je wat je doet. Nou, wat betreft de visie, missie en onderwijsdoelen, daar heb ik het over gehad, daar kan je dat Vestia plus D-model voor inzetten. Voor de basismodule kun je het basisboek inzetten. Straks in de lunchpauze is de stand van Noordhof aanwezig en daar kun je dat boek vinden. Ja, dat mag ik wel even zeggen. Op de website van dat boek vind je van alles. Een verklarende woordenlijst, de leerdoelen per hoofdstuk. Samenvatting, extra stof, verdiepingsstof voor ieder hoofdstuk als je het boek niet genoeg vindt. En meer dan 200 opdrachten. Van allerlei soorten. Er zit projectonderwijs bij, PGO, klassieke rekenopdrachten en noem maar. En voor docenten de uitwerkingen van de opdracht. Voor ieder hoofdstuk een PowerPoint om het je makkelijk te maken door les uit te geven. Enzovoorts. Dat is de website, daar kun je het allemaal vinden. Maar dat is in het boek natuurlijk terug te vinden. Nou.